Goedemorgen allemaal, hier ben ik weer. Mochten jullie je afvragen, zoals ook een paar andere mensen die me al gebeld hebben, waar was ze deze week? Nou, ze heeft het gelukkig heel erg druk met shopafspraken in de winkel. Ik ben heel druk bezig boven met heel veel dozen uit te pakken, heel veel te prijzen en te strijken, want volgende week wordt het mooi lenteweer. En daar willen we natuurlijk allemaal iets vrolijks aan doen. Vanwege de leuke reacties heb ik toch maar besloten om vandaag, ondanks drukte, even een leuk filmpje voor jullie op te nemen. En ik zal proberen dit voor het einde van de week nog eens een keertje te doen. Ik heb vandaag aan de rode broek. Een super stretchy broek van Mila Jeans. Mensen zeggen vaker, oh, een rode broek, wat moet ik door dan met? Op een rode broek staat gewoon alles heel erg leuk. Het wordt dus mooi weer het weekend. Dat betekent, dames, haal de zonnebril maar uit de kast. Poets hem weer even lekker op. En trek bijvoorbeeld zo'n leuke rode broek aan. De benen zijn tenslotte nog een beetje wit. En dan is zo'n rode broek natuurlijk al heel erg vrolijk. De broek dus, 59,99 vanaf maat 36. Tot en met maat 4 of 46. En erop als eerste voorbeeldje een heerlijk shirtje van Elton. Leuke V-hals, 49,99. Elastiekje aan de onderkant. Ik heb de maat 38 aan. Dat wil zeggen, hij valt helemaal niet klein. Maar dat komt natuurlijk ook door dat elastiekje. Leuk aangeknipt mouwtje. Allemaal heel erg vrolijk. Het shirtje kan natuurlijk op alle kleuren broeken. Ik ga snel wat anders aan doen. In moordcombinatie is en blijft zwart, wit en rood bij elkaar. Hier een heel vrolijk shirtje van Maxtone, vandaag binnengekomen, dus ik denk ik trek hem maar meteen aan. Voor 59,95. Waarom een tientje duurder? Shirtjes die niet van een rol zijn afgeknipt, maar mooi op patroon zijn gemaakt en doorlopen zijn altijd iets wat bewerkelijker en die kosten natuurlijk ietsjes meer geld. Misschien kunnen jullie nog de leuke blouse herinneren die ik vorige week geshowt heb. Daar zijn er ook nog een paar van. Het kan allemaal prachtig op een rode broek. Nou, in deze outfit ga ik graag eventjes een koffie to go halen. Ik ben een van de vele mensen die verliefd zijn op klaprozen. Kom ik een leuke blouse of een leuk t-shirtje, een leuk jurk tegen op inkoop en ik zie klaprozen, dan ben ik eigenlijk al verkocht. Op een rode broek is het naast zwart en wit natuurlijk ook altijd leuk om iets te dragen in de kleur van de pantalon zelf. Zoals bijvoorbeeld dit heerlijke t-shirt. Waarom verkopen de t-shirtjes van Maxtone bij mij in de winkel zo goed? Ze zijn allemaal gemaakt van heerlijke viscose en hebben een mooie mouwlengte. Dus alles wat we willen dat erin zit, zit er altijd in. Deze lieverd is nog in alle maten te krijgen, want net binnen. En is verkrijgbaar voor 49,99. Voor de dames onder ons die liever van rust houden, maar toch graag iets aparts aan hebben, wil ik jullie attenderen op dit prachtige shirt van Sophia Perla. Het is landelijk een klapper. Hij is bijna niet meer te krijgen. Ik heb de eerste serie binnengekregen in het donkerblauw. En nu is de roomwitte binnengekomen. Vult prachtig in de nek. Een leuk sjaaltje eraan geknoopt. Mesh kwaliteit en een heel apart mouwtje. Ik ga even snel kijken wat die kost, want dat ben ik vergeten. Hoppedy hop, 59,99. Verkrijgbaar dus nu ook in het roomwit. En een moordcombinatie op deze rode broek. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van mijn mini modeshow. En zoals beloofd zal ik proberen deze week nog een showtje voor jullie op te nemen. Voor nu, ga genieten van alle zonneschijn. En ik zie jullie snel. Oh ja, en voor die shopafspraak kun je natuurlijk bellen. 085-002-6300. Of kom gewoon eventjes tijdens openingstijden langs in de winkel. Zijn er geen twee mensen naar binnen, dan kun jij even binnenkomen.